what's up, you guys? Ik verheug me nu al voor een gezellige 3 daags en 2 overnachtingen in het mooie land van Nederland. Sommigen van jullie vroegen aan mij, wanneer ga je nog eens een Efteling-vlog maken? En wel, toevallig. Er staat nog 1 ding op mijn lijstje, of wat je noemt een bucketlist, en dat is het Efteling Bosrijk. Dat had ik al willen doen van sinds 2017, van in het begin van het jaar dat ik begon te vloggen. Waarom dat het voor mij zo lang geduurd heeft, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik ben er. Het mooie vakantiepark van Bosrijk. En dit is mijn 2e keer dat ik hier kom. Alles ziet er nog zo origineel uit. En ik krijg het gevoel net zoals vroeger. Natuurlijk hele mooie houten pijltjes zijn aangeduid. Ook al ken ik het nog uit mijn duimpje. En het mooie gebouw, of wat je noemt het kasteel van het poorthuis. En die mooie entree van de receptie gaan we nu inchecken. En hier is de receptie. Oh, het winkeltje is nog gesloten. En hier het restaurant. Nou, dat was allemaal goed verlopen. Ik heb mijn koffer bij de receptie achtergelaten. Dus om 3 uur kan ik mijn koffer pakken en dan kan ik de kamer binnen. Ik vond eigenlijk wel dat het allemaal heel goed verlopen is. Dat wel. Nu dat ik mijn kaartjes heb, mijn sleutelkaart en een toegangskaartje voor het park, kan ik even wel het park binnen. Oké, hier zijn we bij de ingang van het poorthuis. Even mijn sleutelkaart pakken, hier moet ik dat inscannen. Oké. En we gaan zo naar binnen. En ik heb kamernummer 135 en dat is bij de 3e etage. En hier zijn we bij de 3e etage. Eens even kijken. 131, 134. Nee, dat hier is niet. Ah, hier is het aangeduid. In deze gang. Amai, wat een zware deur, zeg. Geen muziek. Geen sfeer. Een kale gang. En hier is het. Goed. Weer terug mijn sleutelkaart pakken. Waar heb ik die weer gestopt? Ah, ik heb hem. Ik heb hem. Voilà. Hé, zo. Spulletjes op de grond. Truitje aan de kapstok. En nu de rest van de kamer bekijken. Wow. Het lijkt wel een gezellige suite, maar het is een kamer. Een gewone kamer met een zetel, 2 stoelen, een televisie. Is straks wat te zien wat er op de Efteling Channel te zien is. En hier mijn eigen gezellige dubbelbed. Ruimvol. Handdoeken op de lakens. En wat zit er hierin? De zandpot van Klaas Vaak. Welkom set. Oh. Theezakjes, koffie, suiker. Waar zullen die toestellen zitten? Nee, misschien onder de tv. Ah, een koelkast met niks in. Straks wat boodschappen doen. Ah, voilà, hier zitten ze. Een waterkoker, een koffieapparaat, glazen, tassen en een flessenopentrekker. Heel goed. Oké, dat weten we ook al. Straks zien wat er op het Efteling Channel te zien is, maar eerst eens zien wat er achter deze deur bevindt. Een kinderkamertje.
Eentje voor Joris, eentje voor Chris. En hier hebben we zicht op het voorplein. Dus dan weten we ook waar ik mij bevind. Er komen al wat mensen terug van het park. En daar is de receptie. En nu de rest van de kamer bekijken. De badkamer. Natuurlijk is het goed aangeduid. Mooie letters. Een deurtje open. En voilà. Mooie lampen. Grote spiegel. Handzeep. Is er ook bij. Een haardroger. Een douche. En een gigantisch groot bad. Met zeepjes inbegrepen. En nu even rusten in deze lederen zetel. En jij daar? Ja, dit is uitstekend. Wat een kamer. Ik zal je wel zeggen, de eerste keer dat ik hier was, dat was nog in 2012. En nu ben ik 10 jaar later, 2022, in een vlog. Ik vind dat geweldig. Amai, en het wordt maar steeds slecht weer op de eerste dag. Maar ik heb de voorspelling gezien, morgen wordt het wel beter. Dus, dat is goed. Maar het park is nog niet gesloten. Maar terwijl het toch zo slecht weer is, en ik ben op het goede moment hier gekomen, dacht ik, ik ga eens een plons nemen in het badhuis. En er is ook een jacuzzi. Kom aan jongens, we gaan zwemmen. Ik moet zeggen, dat was een heel gezellig badhuis. Zeker was een hele goede jacuzzi. Ik heb ervan genoten. En als een afsluiting voor deze nacht, we zijn nog maar dag 1, dacht ik, even naar de bar van het restaurant, daar een lekker fris pintje drinken, als een afsluiting. En dan terug in de kamer, even in de zetel zitten, wat tv kijken, en dan mijn bed inkruipen. En ik hoop een hele mooie droom te verwachten van Klaas Vaak. Op naar de bar. Niet alleen een lekker pintje, maar ook nog een lekkere snack, bitterballen en lumpia's. Amai, het personeel is heel vriendelijk. Ik heb al 2 Hollandse pinten al binnen, een Hertog Jan, bitterballen en lumpia's. Amai. Enorm lekker. Even mijn sleutelkaart pakken. Allee, waar heb ik die nu weer gestoken? Ah, hier ze. Voilà ze. Voilà ze. En ik ga natuurlijk de lift pakken, want de trappen, dat is wat te veel voor mij. Zo. Een geslaagde avond. Niet een dag, maar wel de avond. En waar zat ik ook alweer? Oh ja. Derde etage. Dat was het. Ziezo, dag 1 zit erop, morgen dag 2, tot morgen en slaap wel.
het vakantiepark Bosrijk. En een hele goede morgen voor mijzelf. Ik was van de straks nog even een goede wandeling aan het maken in het bos. Die deugt. Frisse wind. Dat deugt. En ik heb een paar eekhoorns gezien. Leuk. En ik heb ook bij de receptie gereserveerd voor vandaag en morgen. Voor het ontbijtbuffet in het restaurant. Om 9 uur. Vandaag en morgen. Dus, let's go. We gaan straks eens in een winkeltje kijken. Maar eerst ontbijten. Eethuis. Een moment, wij komen zo naar u toe. En we gaan eens kijken wat er allemaal bij het buffet is. Gebakken spekjes. Omelet. Hardgekookte eieren. Kaas. Boter, hesp, salami, lekkere groentjes, broodjes, croissants, sandwiches. Oké, we gaan er eens aan beginnen. En als een afsluiter voor deze ontbijt, een lekkere cappuccino. En de zon schijnt. Dat hebben ze voorspeld. Als we afsluiten nog een lekkere cappuccino opdrinken. Ik heb maar één bord met eieren en spek. En dat is het. Meer moet ik niet hebben, want ik heb geen grote honger. Maar in de middag in het park eten. En ik denk dat ik wel weet waar ik wil eten. Nee, ik heb heel goed geslapen, dat wel. En zo druk in het restaurant is het hier ook niet. Dus dat is goed. Geen last van drukte. We gaan eens een kijkje nemen bij het klein warenhuis. De shop. En eens zien wat ze hier allemaal hebben. Ze hebben onze Belgisch bier, de Leffe. Bosrijkse brouw. Zo. Het park heeft zijn eigen bier. Ik vraag me eigenlijk af hoe dat smaakt. Geen idee. Zoals cava. For lovers. En hier... hier hebben we teddybeertjes van Pardoes en Pardijn. Theezakjes, chips, koekjes. En wat is dit? Ik heb flauw idee wat het is, maar het ziet er wel heel mooi uit. Ah, dat zijn stroopwafels in een blik. Heel leuk, heel mooi. Maar ik denk, voor ik ga vertrekken naar huis, denk ik dat ik deze ga pakken van Hollebolle Gijs. Dat denk ik wel. Ah, en hier wat t-shirts van 70 jaar bestaan. Oranje en blauw. Een hele rek nog met zwemgerief en een keukendoek zit. Rood en grijs. Oh, ik vind die rode veel mooier. Boeken van Ravelijn, Monopoly, een plantje van de sprookjesboom, puzzels, snoepjes en daar een rek vol brood, verse croissantjes en een broodmachine. Voor de mensen die vers brood willen hebben in hun huisje, kunnen het zelf doen. En hier nog wat knuffels van de boze wolf en assenpoesters. En voor de kindjes, kinderzeep, tandenborstel en een hele set voor in de badkamer. Zo, en dat is ook leuk voor de kindjes als ze iets te vieren hebben voor hun verjaardag. Een fles bubbels. Hoe leuk. Ik vind het hier echt een hele, hele leuke shop. Veel beter dan vroeger, want dat was iets heel anders. En daar weer een rek vol puzzels. En daar een rek vol drank.
Niet te geloven dat ze die show nog altijd geven. Ik heb hem al eens gezien toen ik in het Efteling Hotel heb overnacht. Dat was een goede show geweest, dat wel. Amai, wat een helder licht. En mijn zonnebril ligt nog in mijn kamer. Ik ga die halen en mijn rugzak ook. En dan gaan we terug het park binnen. En hier zijn we bij de aparte ingang voor de gasten. Hotels en resorts. Hallo. Dank u wel. Dank u, dag. En hier zo komen we naar binnen. Zijn we dan weer voor een half dagje in het park, zijn we nu terug in het Efteling Bosrijk. Het terrein is alleen toegankelijk voor gasten van Efteling Bosrijk. Ik ben echt zo gelukkig dat ik weer terug ben gekomen naar Bosrijk. Dat wel. Dat was al 10 jaar geleden. Na 10 jaar ben ik weer terug. Of echt met het goede weer en de vlog is geslaagd. Ik beschouw het een van mijn beste vlogs. Geweldig. En nu een gezellige natuurwandeling door het bos tussen de mooie huisjes. Waarom ook niet? Welke kant, dat maakt niet uit. Ik pak gewoon een richting. Maakt niet uit. En natuurlijk, hier belanden we bij de buurtbewoner van het park. Het zandkasteel van Klaas Vaak. En daar heb je Oehoe Houdoe, het uiltje van Klaas Vaak. Die zit in zijn nestje. Droom je wel of droom je niet, die is echt waar wat je ziet. Netjes bijgekampt, kom juist van het zwembad, het badhuis. Het opende in de week om 3 uur en het sluit om 10 uur 's avonds. En ik heb van de straks bij de receptie gereserveerd voor een hapje te eten voor deze avond. 6:15. Dus ik heb nog een uurtje en een half nog even in het park door te wandelen en dan het restaurant binnen.
Woppa. Zo. En hier ben ik dan. Een klein stukje verder gereden. Naar een locatie waar ik mij ergens anders wil gaan drinken. Natuurlijk geen pint, want ik ben met een auto. En je hoort van hier natuurlijk het geluid van de wegens, de snelweg. En ik bevind mij op een plaats waar ik al eerder gevlogd heb. Het is eigenlijk niet zo ver van hier. Het is fijn om nog eens terug te komen. Het Efteling Hotel. Oh, wat fijn, oh, wat fijn. Wat ben ik blij om hier terug te zijn. Op naar de bar. Ik ben al eens hier doorgewandeld. Maar ik ga nog eens een kortere weg pakken. Want dan langs hier ben ik nog niet doorgewandeld. En nu is die green. Dus dat je weet dat ik niet lieg, dat ik niet aan de alcohol zit. Dus. Ah, wat is het fijn om hier nog eens terug in deze bar te komen. Zelfs voor bezoekers is het ook welkom. Als je een dagje in het park hebt doorgebracht, dan kun je hier natuurlijk altijd eens komen drinken. Zo, dat was gezellig van 1 uur lang. En nu terug naar de auto. Nou, dat was goed verlopen. Vanuit Bosrijk naar het Efteling Hotel bij de bar is wat drinken. En van het Efteling Hotel terug in deze regio van Bosrijk. En nu een lekkere, frisse natuurwandeling. En hier zijn we een paar blokken verder. Het Loonse Land. Ik vraag me eigenlijk af wat het beste is tussen het Loonse Land of Bosrijk. Ik weet het niet. Weten jullie het? Ik zou het niet weten, want ik ben er nog nooit geweest. Ah, eindelijk terug in de kamer. Amai, wat een kut weer. Ik kom eigenlijk van de ene kant van het park tot hier gewandeld en het begint al te regenen. En nu van een vier zie ik door het raam de zonsondergang. Allee, dat is straf. Ben ik maar juist in de kamer en dan krijg ik pas een zonsondergang. Amai. Maar goed, even nog wat rustig wat bezighouden. Het is nog lang geen tijd om naar bed te gaan. Ook al hoop ik op een hele mooie droom van Klaas Vaak. Even nog wat muziek luisteren, YouTube kijken en ze biedt nog een lekker bad nemen. En dat pas mijn bed inkruipen. Een goeie morgen. Amai, ik heb heel goed geslapen. En ik heb gedroomd. Maar wat de droom is, dat ga ik je niet vertellen. Of anders komt die droom niet uit. Ik heb alles ingepakt. Koffertje staat klaar. Mijn rugzak. Even naar de receptie. Mijn uitchecken. En dan pas het restaurant in. Lekker ontbijten. En dag 3 in de Efteling. Hier zijn we terug bij de shop, kleine warenhuis. En er is één ding dat ik natuurlijk ben vergeten. Dat is deze, stroopwafels van Hollebolligijs. Best wel handig voor koffiebonen in te steken. Waarom ook niet? Oké, goed. Dat was een lekker ontbijtje. Ik heb me laten melden om mij uit te checken. Maar ik mag mijn sleutelkaart gewoon meenemen. Dat is... Een groot plezier hebben ze gezegd, als souvenir, dat hebben ze zelf gezegd.
Maar goed, mijn dagje is nog niet om, maar de vlog wel. Dus ik ga stil aan afsluiten. Ik ga nog eerst mijn spullen nog in de auto leggen. En dan ga ik stil aan terug naar de Efteling. Maar vond je het een heel goed filmpje? Geef er maar zeker vast een duimpje omhoog. Like het, abonneer. En nu muziek.